een snelle proef, was wel mijn dingetje. Veel water, stenen en veel uitroepteken eentjes. Maar ja, die hoeft je eigenlijk niet meer op te lezen, Peter, want daar kunnen we met torpedo gewoon overal vol gas door. Dat is mooi. Moet er veel gebeuren aan de truck zo op zo'n dag? Nee, we hebben hem gisteren goed klaargemaakt en ik heb vandaag vol gas, tandje eraf. Dat ben ik vergeten te doen, maar nee, maar goed, het is goed gehouden en ik heb geen gekke dingen gehoord, dus ik denk dat het wel meevalt. Het ging ook lekker bij Maurik van den Heuvel, Wilco van Oort en Martijn van Rooij. Die equipe werd achtste. En dat was het beste resultaat van deze rally. Gaat hier langs Arthur Ardavigus. Het was niet de enige coureur die werd ingehaald door Van den Heuvel, die heel veel terrein goed maakte. En daarbij ook heel veel deelnemers passeerden. Hebben we alles erin gehaald. Echt twee kamassen. Arthur Ardavigus met zijn Iveco. Ja, Kaster, Gert Huissink, ja, we waren eigenlijk wel lekker in het zwembadje. De plaats iets rustiger aangedaan, dat is net onze zevende plaats gekost. Ik geloof dat we acht staan. En ook acht in het algemeen weer, dus ja, ging niet goed. Alleen, ja, met twee reservewielen bij. Dus als je ziet, hebben we daar een probleempje en daar een klein probleempje. Dus, ik weet niet of jij een bandje hebt toevallig, maar dan komt er wel verpas vanavond.